De ultieme online voorbereiding op je eindexamens? Digistudies is het antwoord. Op onze website vind je uitlegvideo's van alle examenonderwerpen van alle grote vakken. Alle video's zijn gemaakt door professionals en bevatten bijpassende begrippenlijsten en examenvragen. In deze video zullen we een kijkje nemen naar hoe een stuk DNA eindigt in een netgevouwen eiwit. Dit wordt ook wel het centrale dogma van de biologie genoemd. We zullen beginnen met te kijken wat de genetische code eigenlijk inhoudt. Erna kijken we naar transcriptie en vervolgens naar translatie. We sluiten af met een stuk over de toepassing van een eiwit. Zoals altijd, houd je binals dichtbij je en maak aantekeningen als je iets lastig vindt. Elk levend organisme zijn cellen bevatten chromosomen. Deze chromosomen zijn de dragers van je erfelijk materiaal en zijn opgebouwd uit de genetische code voor het leven, DNA. DNA staat voor Deoxyribonucleic Acid, in het Nederlands desoxyribonucleïnezuur. DNA is gevormd als een dubbele helix en daarom ook altijd dubbelstrengs. Het bestaat dus uit twee strengen. We beginnen met hoe een enkele streng is opgebouwd. Een enkele streng is opgebouwd uit kleine bouwstenen genaamd nucleotide. Een nucleotide is weer opgebouwd uit drie kleine onderdelen, namelijk een suiker gebonden aan een fosfaat en een base. Te beginnen met het suikerdeel. Dit suiker heeft om precies te zijn vijf koolstofatomen en wordt daarom een pentose genoemd. Penta betekent namelijk in het Latijn vijf. Zoals je misschien weet hebben moleculen met meerdere koolstoffen soms een nummering van de koolstofatomen. Zo heeft ook een pentose een nummering die loopt van 1-accent tot 5-accent. Op de plaats van koolstofatoom nummer 1, 1-accent, zitten bazen gebonden. Er zijn hiervoor vier mogelijke bazen: namelijk adenine, guanine, thymine en cytosine. Op het vijfde koolstofatoom. 5-accent bindt er een fosfaat. Dit fosfaat schakelt dan weer door naar de volgende pentose op koolstofatoom nummer 3, 3-accent. Zo zien we een trap ontstaan van suiker naar fosfaat, naar suiker en ga zo maar door. Hier komt de benaming van de richting dan ook vandaan dat het DNA kan lopen van 5-accent naar 3-accent of van 3-accent naar 5-accent. Aangezien de suikerfosfaatketen telkens verbonden wordt tussen de derde en vijfde koolstofatoom. Deze aaneenschakeling van suiker en fosfaat in een lange keten wordt ook wel de suiker-fosfaat-backbone genoemd, omdat deze net zoals een wervelkolom, wat een backbone is, de stevigheid geeft aan het DNA. Nu hebben we gezien hoe een enkele streng DNA eruit ziet en uit wat voor onderdelen deze is opgebouwd. In dit voorbeeld had de eerste streng een richting van 5-accent naar 3-accent. Deze streng wordt dan de coderende streng genoemd. De tweede streng die zal paren aan deze coderende streng zal in precies omgekeerde richting lopen en dus een kopie zijn van de coderende streng, maar dan in de omgekeerde richting, namelijk van 3-accent naar 5-accent. Deze streng wordt de template streng genoemd, of de matrijstreng. De template streng paart aan de coderende streng door gebruik te maken van waterstofbruggen. Deze waterstofbruggen zullen een zwakke binding maken tussen de bazen van de twee strengen. Adenine kan alleen binden aan timine en guanine kan alleen binden aan cytosine. Hierdoor zijn de twee strengen dus qua basen precies het tegenovergesteld van elkaar. Doordat er een verschil is in de sterkte van de bindingen tussen de bazen... Krijgt de DNA zijn spiraalvorm. Nu we een idee hebben over hoe het DNA is opgebouwd, kunnen we kijken hoe DNA dan wordt omgezet in een eiwit. Daarvoor beginnen we eerst met transcriptie. Transcriptie is het proces waarin het DNA (desoxyribose nucleïnezuur) wordt omgezet in mRNA, ofwel messenger RNA, om het af te kunnen lezen. Zie het DNA als een kookboek. Echter is het kookboek nog geschreven in de verkeerde taal, waardoor het nog niet altijd afgelezen kan worden. Als we het eiwit willen maken, zullen we eerst het kookboek moeten omschrijven naar de juiste taal. Dit proces is dan transcriptie. Om je te helpen bij dit stuk wil ik dat je BINAS Tabel 71e er even bij pakt. Allereerst wordt het DNA, daar waar het benodigde gen gecodeerd ligt, opengeritst zodat de basen af te lezen zijn. Zoals we eerder hebben vastgesteld, zijn er twee richtingen in het DNA: 3-accent naar 5-accent, de matrijstreng, of ook wel de template streng, en de 5-accent naar 3-accentstreng, de coderende streng. Bij transcriptie wordt er in principe alleen gebruik gemaakt van de matrijstreng, die in de 3-accent naar 5-accent richting loopt. Allereerst wordt de dubbele helix dus opengeritst. Vervolgens komt er een slim eiwit genaamd RNA-polymerase die zich bindt aan de matrijstreng. Het zal gaan scannen over de matrijstreng, en op elke base die de RNA-polymerase leest, zal het een nucleotide maken met de omgekeerde base erop. Dus als de RNA-polymerase bij een nucleotide is met een guaninebase, zal die een nucleotide bouwen met een cytosinebase. Zo vormt de RNA-polymerase... Langzaam maar zeker een enkelstrengse keten. Wat je overhoudt is een exacte kopie van de coderende keten van het DNA, dus die tegenovergestelde streng van de template streng. Echter is er nog een verschil tussen het nieuw gevormde RNA en DNA. Alle timine wordt vervangen door uracil, afgekort U. Dus de coderende streng en het nieuw gevormde RNA verschilt van elkaar doordat timine nu uracil is in het RNA. Als dit proces klaar is, schuift de RNA-polymerase er weer uit en wordt het DNA weer als het ware aan elkaar vastgelijmd. Het product mRNA is eigenlijk nog niet helemaal af en heet nu eigenlijk nog pre-mRNA. Omdat je DNA vatbaar is voor schade genaamd mutaties door invloed van buitenaf, is er iets ontzettend handigs ontstaan. In je DNA zitten er, er coderende delen en niet coderende delen. Doordat er niet-coderende delen in het DNA zitten, fungeren deze als een soort van buffer, dat niet elke vorm van schade direct je coderende DNA hoeft aan te tasten. Dit zien we dan ook bij het pre-mRNA. Er zitten niet-coderende delen in, genaamd intronen. Deze moeten er, voordat er een eiwit kan worden gemaakt, eerst eruit gehaald worden, zodat je alleen het coderende deel overhoudt, genaamd exonen. Het proces waarbij de intronen worden weggehaald heet splicing, waardoor we dus een mRNA-streng overhouden met alleen nog exonen. Voor een uitgebreide weergave hiervan kun je altijd BINAS tabel 71H erop naslaan. Nu is je pre-mRNA, volwassen mRNA en is het klaar voor de volgende stap, namelijk translatie. Bij translatie wordt de mRNA-code vertaald naar aminozuren. Dit gebeurt door een ribosoom die we even mogen zien als een kleine eiwitfabriek. Om nog even kort samen te vatten waar we zijn. We hadden een recept voor een eiwit, maar deze was nog niet in de juiste taal. Vervolgens is deze met transcriptie naar de juiste taal vertaald. Nu is het recept bij de fabriek aangekomen, de ribosoom en kan deze het recept aflezen, het mRNA, om eiwitten te gaan maken. Maar hoe leest de ribosoom dit recept dan eigenlijk? Als je met je biologische stappen wil volgen kun je als tabel 71J erbij pakken. Translatie gebeurt allereerst in de 5-accent naar 3-accent richting. Zoals ik al eerder zei, zijn er na transcriptie dus vier bazen. Adenine, A, uracil in plaats van timine, U, guanine, G en cytosine, C. De ribosoom begint met lezen zodra hij de sequentie AUG tegenkomt. Dit is het startsignaal dat de eiwitten moeten worden gemaakt, en AUG wordt daarom ook wel het startcodon genoemd. Vervolgens gaat de ribosoom per 3, een zogeheten triplet, lezen wat voor aminozuur er gebouwd moet worden. Dit gaat zo door tot het stopcodon, wat voor de ribosoom een teken is dat het translatieproces voorbij is en de aminozuurketen af is. Let goed op: er is maar één startcodon, AUG. Maar er zijn meerdere mogelijke stopcodons. Raadpleeg altijd tabel 71G om te zien wat voor aminozuren er gemaakt worden en wat de start- en stopcodons zijn. Nu heeft het eiwit zijn primaire structuur. Als laatste stappen wordt het eiwit in het endoplasmatisch reticulum en golgi gevouwen, wat we de secundaire en tertiaire structuren noemen. Als laatste structuur kan het eiwit nog met andere eiwitten een complex gaan vormen, wat we de kwaternaire structuur noemen. Dan is het eiwit toch echt af. Dan nog even de toepassingen van de eiwitten. Dit proces van het maken van eiwitten gebeurt constant in alle verschillende cellen van je lichaam. Wat er precies zal worden gemaakt voor eiwitten, zal afhankelijk zijn van het type lichaamcel. Zo zal er in je levercellen heel andere eiwitten nodig zijn dan in je huidcellen. Ook kunnen verschillende omgevingsfactoren invloed hebben op het maken van eiwitten. Als er bijvoorbeeld heel lang geen voedsel beschikbaar is, zal je lichaam moeten omgaan met het voedseltekort en andere eiwitten maken dan wanneer er wel voedsel was geweest. We zijn nu bij het einde van deze video. In deze video hebben we gezien hoe ons erfelijk materiaal is opgebouwd. Namelijk uit chromosomen met DNA-sequenties. Ook hebben we gezien hoe de DNA met transcriptie kan worden omgezet in pre-mRNA. Daarna zagen we dat met splicing het pre-mRNA wordt omgezet in volwassen mRNA en hoe dat mRNA met translatie kan worden vertaald naar een aminozuurketen of eiwit in zijn primaire structuur. Vervolgens zagen we dat dit eiwit nog gevouwen kan worden in het endoplasmatisch reticulum en Golgi. Waar het eiwit zijn secundaire en tertiaire structuur aan ontdeent. Ten slotte hebben we gezien dat een eiwit een complex kan vormen zijn quaternaire structuur. En dat er vele toepassingen zijn voor eiwitten in verschillende delen van het lichaam. Bedankt voor het kijken van de video en tot de volgende keer.